Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Spannender en spannender wordt het, Bert. Wat zal het verdik zijn vanmiddag, de wedstrijd DVS 33 Harkemaarse Boys. Ik kan daar nooit wat van zeggen. Ik vind het zo'n onberekenbare ploeg. Ja, dat klopt. Als je alle duels een beetje terughaalt, dan zie je dat alles wat je verwacht had, dat komt vaak niet uit. En waar het dan specifiek aan ligt, dat weet ik ook niet. Maar nou ja, weet je, in de uitwedstrijd hebben we het fysiek vooral afgelegd en kwamen niet aan goed voetbal toe. En zijn we uiteindelijk nog gelukkig op 2-2 gekomen. En vandaag zullen we aan de bal vooral het initiatief moeten pakken. Het komt op mij altijd een beetje over als een no-nonsense ploeg, waarbij tactiek niet of nauwelijks een rol speelt. Ja, een paar vastigheden als de dode spelmomenten. Ja, daar doe je Harkema wel een beetje tekort mee hoor. Ze hebben echt wel degelijk een goed plan en de jongens weten ook inderdaad wel waar ze mee bezig zijn. Alleen ze kunnen altijd terugvallen op bepaalde elementen in hun spel. En dat is de kracht bij standaardsituaties. Inworpen die ze met groot gemak op de 11 meter gooien. Ja, daar hoef je in principe niet voor gestudeerd te hebben. Dat is een kwestie van doen. En dan hopen dat op de tweede bal dat die goed valt. Ja, daar zijn ze erg sterk in. Ja, en daar zijn jouw jongens wel op ingesteld, op die standaard situaties? Ja, zeer zeker. Maar in een wedstrijd gaat het erom wie is nou net wat scherper. Wie leest zo'n bal goed? Wie let er goed op wie uit de tweede lijn van Harkema naar voren komt? Ja, allemaal elementen. Dan moet je gewoon even alle hens aan dek hebben. En daar hebben we natuurlijk wel nadrukkelijk over gesproken. Het zijn over het algemeen krachtige, sterke, lange jongens. Lange jongens met veel lengte, dat is hetzelfde. Maar dat betekent, ik als leek zou dan zeggen, veel over de grond. Volgens mij is dat bij jullie ook besproken. Ja, wat ik zei, je moet het voetballend oplossen. En dat betekent dus over de grond goede bezetting op middenveld hebben. Dat je het geduld in het positiespel hebt. En op juiste moment met steekbasis er doorheen komen. Zodat je weinig in de duels komt. Want op duelkracht leg je het gewoon af. Dat is simpel. Maar goed, voetballen kunnen we. Alleen je moet jezelf en elkaar ertoe dwingen om ook het geduld op te brengen. Om elkaar goed in de voeten aan te spelen. En een bal geven waar je weer wat mee kan. Dat is het voordeel. De ploeg in zijn kracht laten spelen. Dat denk ik slaat op vanmiddag. Ja, en daar hebben we ook nadrukkelijk over gesproken. Niet onrustig zijn aan de bal, niet snel de eindpaas geven. Langer wachten aan de bal, zodat een tegenstander de fouten gaat maken of ruimtes weg gaat geven. En dan moet je gewoon, zeker in de laatste 25 meter, moet je met een hoge snelheid er doorheen komen. Nou, de opstelling zien de DVS TV supporters vanzelf wel. Wij wensen jou in ieder geval namens DVS TV ontzettend veel succes, Bert. Dankjewel, Piet. Aanvoerder Andy Bouwiers die druk zet en Harkemaarse Boys sluit door tot 10 meter voor de middenlijn. Het is nu Pier Veldman, overname door de DVS. Oktay Özturk met wat ruimte. Kijken of hij de bal achter de verdediging gaat leggen of gewoon gaat zoeken naar een aanval. Kaats met Olivier Pilon. Nu een balletje diep. Kijken of Daniel van Warven erbij kan. Hij kan hem binnenhouden. En ook een gelijke schot op goal. Het is de eerste poging. Het is Olivier Pilon. Op aangeven van Daniel van Warven. Leuke combinatie. Goed, goed binnengehouden. Ja, ja. Berwoud Bijmers, grote kerel. Dit is goed verdedigd door... blesseert zijn eigen tegenstander, zijn eigen medespeler. Koen Vloedgraven die niet door kan. Net in duel met Frank van den Burg. Lars Dedeker gaat hem vervangen. Er is een wissel aan de kant van DVS 33 en Koen. Hij mag er net komen. Gaat hij de bal geven aan Christian van Hutsen. Die ziet de keeper iets voor zijn goal staan. Probeert het met een stiftje. Maar helaas 2 meter over de goal. En de tribune toch wel weer aardig volgelopen is hier. Nou, en op hoeveel kijkers zitten we, Maarten? Wat zeg je? Op hoeveel kijkers zitten we, Maarten? Of moeten we eerst even kijken wat Pilon met deze bal gaat doen? Pilon gaat die bal geven aan Christian van Hutsen. Gaat schieten, verrassend. Net naast de goal. Roald de Vries, Dennis Hollard. Oh, Dennis Hollard, wat doe je? Dan gaat Bouwiers. Hij stelt hij zelf goed hoor. Ja, goed gesteld. Bal hoog in de lucht geschoten door Jorre Verzanten. Hoe valt deze bal? Dennis Hollard. Ja. Potverdikkeme, dan moet hij zich aanstrekken, Paul Epping. En eigenlijk door uit het niks. Ontstaat die kans voor schotkans voor Ik zat net te bedenken, Harkema hoeft niet bang te zijn vandaag. Want er
ze zetten druk op bepaalde momenten. Nu zetten ze wat dieper op het veld druk. En het leidt tot balverlies en een gevaarlijke kans. En een hele goede redding, Paul Epping. Bouwers met de ingooi. Dan gooit een end. Streutke die doorkopt. Frank van den Burg die weg kan koppen, maar dat gaat wel... Doordat er een overtreding wordt gemaakt door de speler van Harkema. Maar hij kopte hem goed weg. Het was volgens mij de nummer 8, Pier Veldman. Ja, die qua uiterlijk, als je van afstandje kijkt, lijken die nummer 8 en de nummer 11 die lijken een beetje op elkaar. Twee aanvallers. Goed, Oktay Özturk gaat aan een solo beginnen. Nee, geeft de bal aan Sofyan Morrow. Sofyan Morrow zit niet lekker in de wedstrijd tot dusver. Gaat meteen hier Jari Slort met Dennis Hollard voor hem. Gaat de voorzet geven. Oh, daar valt hij. 1-0. Fantastische voorzet hoor. Zo, beste goal. Gemaakt door de aanvoerder Henny Bouwers. Die rent naar de... Geen idee waar naartoe. Misschien gaat hij wel drinken. Hij pakt de andere ook, schoenen. Nieuwe schoenen aan. Hij heeft zijn kopschoenen had hij aan. DVS wel op en een hele achterstand. En nu trekt hij zijn verdedigingsschoenen aan, denk zo ik. Vlak voor rust. Goeie nu voorzet. Dan. Achterin. Yo, Christian van Hussen net niet. Oktay Özturk. Oktay Özturk. Nee! Oh, Christian van Hussen had hem op zijn... Er is een hoekschop. Nou, we lekker druk van DVS. 50 minuten en we hebben eigenlijk een eerste grote kans gezien. Ah, die had erin gekund hoor. We hebben nog 40 minuten voor heel veel kansen. En die met een beetje mazzel was die gewoon... Christian van Hussen. Daniel van Warven gaat eruit. En Berry Paul gaat erin komen. Er is een wissel aan de kant van DVS die er helemaal wel. Daniel van Werven, de team van de en een paar van ingenomen door nummer 38, Berry Paul. En een Jari Slort, die wil ook weer terug erin. Scheids laat hem even staan. Christian van Hussen. Nou, gooi maar in de voren. Ja, kijk eens, daar komt hij. Eerste balcontact. Bom, hoppa. Oei. Hij is er. Dat zou wel lekker zijn. Ja. Ik denk linkerkruising. Linkerwinkelhaak. Kunnen we juichen. Maar vanaf ons gezien of vanaf... Vanaf ons gezien, ja. Oké, verrassend. Ik denk 1-2. Rechter. Komt hij. 1-2. Oh, vizier iets te hoog. Aanvallend koppen toch altijd anders dan verdedigend koppen. Maar komt het goed door. Berry Paul buitenspel. 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 Voorzet. Marouman. Oh, die zat er bijna in. Maar de keeper Erik Jansema zat daar goed bij. Kopie van de redding van Paul Epping is dat. Nou, dan valt vast nu de 1-1. Op het hoofd van Joren van Zanten. Dennis Hollard. Oliver Pilon die zich helemaal laat zakken. Oliver Pilon. Dennis Hollard. Oliver Pilon. Versneld. 16 meter binnen. Berry Paul. Cornerbal. Een schotje. Gaat Harkema dan ook nog een vrije trap krijgen? Ja, daar krijgt hij een vrije trap. Vrije trap zo op het laatste moment nog voor Harkema. Gaat er nog in ook. 2-0. En hier krijgt DVS de deksel op zijn neus. En gaat Harkema er met de volle 3 punten vandoor. Terechte overwinning voor Harkema's absoluut, boys. Absoluut, daar is niks op af te dingen.
DVS vandaag gaf gewoon niet thuis. Nee, weinig gecreëerd. We hebben denk ik een paar kansen gezien. En Arkema speelt het slim. Speelt naar de mogelijkheden. En gaat daardoor met 3 punten richting Friesland. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.